Volle zaal doet mij deugd, want dan heb ik waar voor mijn tijd. En nou maar hopen dat jullie dat ook krijgen. ik wil met jullie bezig gaan met de ondernemer in 45 minuten. Dan had ik hier techniek lopen. Ondernemers MBA in 45 minuten. Is dat ook de reden waarom jullie hiervoor gekozen hebben? Nee? Wie zei dat nee? Ja, waarom heb je wel voor gekozen? Omdat ik jou een keer wil spreken en ik vind dat je een inspirerend boek hebt geschreven. Ah, kijk, welke? Kijk, de grijze? Nee hoor, ik ga je de microfoon erbij. Ah ja, dankjewel. Oké, ik nog een keer het antwoord herhalen, omdat ik het een inspirerend boek vond. Ja, mijn vraag was welke, want ik ben hier nu om niet de... Niet die, maar die andere. Ja, precies. Weet je niet gelijk, hè? Maar, nou weet ik het nog niet, want er zijn er drie. Is het waarschijnlijk het grijze Corporate Effectuation? Ja. Ja, dankjewel. Hij is goed leesbaar dankzij Arthur Olof. Helaas is die overleden, maar dat is mijn ghostwriter. De boeken die ik schrijf, die schrijf ik altijd met vakmensen. Omdat ik zelf eigenlijk helemaal niet kan schrijven. En ik vind schrijven een vak. En ik maak veel te lange zinnen en het wordt dan onleesbaar. Je haalt allerlei dingen erbij en draait dingen aan elkaar. Dat is ook wel een beetje hoe ik tot mijn gedachtegoed ben gekomen. Omdat ik combinaties maak in mijn visie op ondernemen. En dat gecombineerd met allerlei academische content die ik tegenkom. En modellen en technieken. Ik ben namelijk, aan de ene kant ben ik ondernemer. Dat doe ik eigenlijk de hele week. En in die week heb ik een moment van tijd die ik besteed aan het lesgeven aan de Erasmus. En daar ben ik clinical professor. Dat is redelijk uniek. Ik moest zelf ook googlen wat dat was. Dus schaam je niet als je geen idee hebt waar ik het nu over heb. Clinical professor heb ik gegoogeld. En dan kwam ik achter dat het eigenlijk wel heel mooi pakte wat ik doe. En dat is toepassen wat anderen eigenlijk ontdekken. En dat gaat over praktische toepassing van academische kennis. En daar maak ik allerlei combinaties mee. En daar ben ik best handig in. Maar iets opschrijven in een boek, dat is echt een vak. En ik ben nu hier om mijn derde boek... Eigenlijk, hij is nog geen week oud. Ik heb hem nu een week in huis. En om die te introduceren. En waarom? Dat is niet om een boek te verkopen. Want degene die zometeen echt geïnteresseerd is, die krijgt hem van me. En dan heb ik een beperkt aantal bij me. Ik denk, oh shit. Maar wat ik mooi vind, is om het proces wat erin staat te vertellen. Het is namelijk een doeboek. En ik heb in mijn aankondiging beloofd dat ik niet alleen effectuation uit zou leggen. Ik zou jullie helpen om te denken, beslissen en handelen als een ervaren ondernemer. En dat doe ik aan de hand van effectuation. Dat is werk van Saras Sarasvati. En daaromheen heb ik een aanpak ontwikkeld. Met allerlei modellen en technieken van allerlei anderen. En mijn grootste toevoeging in dit boek is dat ik ze in een volgorde heb gezet. En dat betekent dat er een kop en een staart zit in een proces. En dat vind ik, denk ik, mijn toevoeging op alles wat er al is. Alexander Osterwalder met allerlei modellen en technieken. Erik Ries, nou, allerlei gasten die ik waanzinnig interessant spul zie maken. Maar die eigenlijk alleen maar een stukje van het totaalproces doen. En daar heb je als ondernemer niks aan als je het hele stuk wil doen. Als je van een idee helemaal naar een groeiend verdienmodel wil. En dat heb ik geprobeerd te verwoorden in het boek. En dat kom ik jullie vandaag ook delen. In mijn beleving is iedereen ondernemer. Wie is er zelfstandig ondernemer? Oké. Dus de rest is in loondienst? Klopt dat? Ja? Maar iedereen is hier voor mij ondernemer. Maar het enige verschil is het verdienmodel. Ik vind dat loondienst, daar waar je vroeger voor een baas ging werken en dan dacht dat je je pensioen zou halen, dat is helemaal niet meer. Joh. Ook zelfs bij de bedrijven die dat langst vol hebben gehouden, hè, ik noem bijvoorbeeld een Rabobank, daar gaan er nu ook gewoon 9000 uit. Die hebben altijd plekken gevonden voor mensen ergens anders in de herberg en nu moeten ze voor het eerst sinds jaren moeten ze mensen echt afscheid gaan nemen. En dat is maar een voorbeeld. Als je de krant openslaat, iedere dag zie je het weer. Dat betekent dat je, of je nou ondernemer bent of medewerker, je bent gewoon ondernemer. Want je hebt toch een tijdelijk verdienmodel. En als je op die manier kijkt, dan wordt het hele denken als een ondernemer wordt interessant. Want dan ga je op een hele andere manier naar je eigen expertise kijken. Een heel andere manier kijken naar waarom je nou eigenlijk je baan doet. En dan ga je veel meer kijken naar van wat wil ik nou bijdragen? Wat is van mij nou belangrijk? En ik heb gehoord, net ving ik even snel op, purposeful en zo noemen jullie het toch? Of je noemt het anders volgens mij, maar het zat wel in die richting. Niet?
Lonkende perspectieven, purposeful, iets in die trant. Dacht ik dat jullie dat hoorden zeggen toen jullie binnenkwamen. Vergist? Ja, daar hadden jullie het wel over, dat weet ik zeker. Want ik vond ik namelijk een mooi bruggetje. En nou is het bruggetje weg, maar dat geeft niks. Kijk, wat ik mooi vind is dat mensen die gedreven zijn. Want waarom vinden we ondernemers vaak mooie mensen? Dat is omdat ze iets doen wat ze aan het hart gaat. En iets wat ze heel graag willen bereiken. En heel graag willen, wat er echt toe doet voor hun. En als je dan met ondernemers praat en die hebben dan die drive en die ambitie. Dan vind ik dat gaaf. En ik zie dat in heel veel bedrijven lijkt wel alsof dat weg-ebt. Dat we alleen nog maar bezig zijn. Hè? Simon Sinek noemt dat het wat, hoe en waarom. Dat we alleen nog maar bezig zijn met wat en hoe. En dat het waarom, van waarom we nou kiezen voor die baan en waarom we eigenlijk die functie zo gaaf vonden, dat dat weg-ebt. En dat vind ik zo eeuwig zonde. En ik zie ook dat als je weet waar je heen wil, waarom je daarheen wil, dan word je een heel stuk creatiever. En dan is ondernemen en creativiteit, dat wordt appeltje-eitje. Dat stelt eigenlijk niks voor. Ideation en allemaal dat soort type processen, brainstorm processen, die heb je nodig als je niet weet waar je heen wil. En op het moment dat je met elkaar sessies doet van waarom zijn we hier nu en waarom word ik nou wakker voor en waarom, wat bindt ons nu, dan is dat veel makkelijker. En dat zijn dingen die ik probeer over te brengen. Niet alleen naar bedrijven en ondernemers, maar ook naar studenten. En nu zelfs ook naar kinderen tussen de 7 en 11. En dat is echt waanzinnig om te doen. Daar zal ik zo meteen nog wel wat over vertellen. Nou, dit is het nieuwe boek. De kaft is geschilderd door Selwyn Senatori, een kunstenaar uit Amsterdam. Dat is, je moet je voorstellen dat hij gewoon een groot canvas heeft geschilderd. Daar hebben we foto van gemaakt en er is kaft van gemaakt. En het binnenwerk is ook door hem gedaan. En dan zie je dat ik ook in mijn eigen productie van mijn boeken mijn gedachtegoed toepas. Ik zal zo meteen uitleggen wat dat gedachtegoed dan is. Want wat ik eerst wil weten van jullie is voor diegenen die nog geen ondernemer zijn. Als ik het heb over ondernemer worden, voel je dan zo? Heb je dan het gevoel dat iemand anders je strepen opspuit? En dat je iets moet gaan worden wat je eigenlijk niet bent? Want daar kom ik wel heel vaak tegen. We moeten ondernemender. En we hebben echt geen idee wat we daarmee bedoelen. Zeker in bestaande organisaties. Iedereen heeft al jaren en dag in zijn persoonlijk ontwikkelplan ondernemen staan. En we hebben echt, dat is eentje die is altijd sluitpost van het gesprek als we geen tijd meer hebben. Want we weten eigenlijk helemaal niet wat we daarvan verwachten, wat we ermee willen. Dit is een mooi bruggetje met dat geluid. Als ondernemer leer je goed omgaan met onaangename verrassingen. En comfortabel worden met het oncomfortabel zijn. Ik weet niet, er waren net veel ondernemers. Herkennen jullie dit? Het niet kunnen voorspellen, het gewoon maar mee kappen, want het werkt toch niet. Maar in het begin heel lang aan vasthouden. Omdat als ik er maar goed genoeg over nadenk, dan moet ik dat toch in de vingers krijgen. En dan op een gegeven moment gewoon opgeven. Denk van ja, het kan ook helemaal niet. Laat ik maar gewoon zorgen dat ik de boel goed voor elkaar heb en dan zien we wel wat er gebeurt. Nou, dat is veel meer het niet planmatige, het organische. En het grappige is dat iedereen die hier nu binnen zit, is organisch hier terechtgekomen. Dat uiteindelijk heb je dat wel gepland, vanochtend en misschien vorige week. Maar iedereen die hier zit, dat is niet iets geweest waarvan je vorig jaar al wist, ik ga naar dat festival toe en dan ga ik daar snappen hoe ik moet ondernemen. En dan ga ik de maand daarna ga ik echt beginnen. Dat kan niet, want Rudy wist dat niet eens een jaar geleden. He, dus dat soort dingen die gebeuren continu. Dus ondernemen is continu omgaan met dat wat er is. En dan vooral vertrekken vanuit wat je hebt. En wel een richting hebben, een lonkend perspectief. En de een is dat heel erg bewust mee bezig en de andere wat onbewuster. Maar dat is wel iets waar ik grote verschillen zie. En dat duurt heel lang. We hebben in veel organisaties iets het idee dat als we er maar goed genoeg plan maken, dan kunnen we dat proces ook nog plannen. En dan weten we dat we over een half jaar dan hebben het staan. De verbazing is er bijna al niet meer, want we weten steeds beter dat dat gewoon nooit uitkomt. Ik heb ook dingen gepland die absoluut niet uitkwamen op het moment dat ik het had willen hebben. En zelfs als je het vaker hebt gedaan, dan nog gaat dat fout. Omdat je creatief blijft, je blijft creëren, je blijft inspelen, als het goed is tenminste. Ik heb een filmpje over dat proces en dat wil ik met jullie delen. Omdat het voor mij een heel wezenlijk filmpje is om jezelf ook in je eigen systeem rust te gunnen. Mocht je gaan ondernemen en mocht je dat ondernemerschap een kans willen gaan geven. Heb je audio? Just achievers.
Well, actually, it's pretty simple, but it's the complete opposite to how we think today. I figured it out. Now I'm gonna... Pak hem toch even terug, want jullie hebben het introotje gemist. Dit is een filmpje over de long game. En de long game gaat over het langere termijn en de tijd die dat kost om iets te creëren. Dus ik zet het filmpje nog één keer aan, want dan hebben jullie iets meer haakje om de boel een plek in te geven. So what's the thread that connects history's greatest achievers? Well, actually, it's pretty simple, but it's the complete opposite to how we think today. I figured it out. Now I'm going to try and use a late night chat show host to explain what that is. A bit strange, I know. First though, we need to go back to Leonardo da Vinci's story. We left him last time as a washed out 30-year-old in 1482, out of work and out of luck. And then I did something bad. I skipped right over the next 16 years of his life to go straight to his first masterpiece. That's bad because if you want to know what makes a genius, the answer lies here in these years. And it's a story that never gets told. So it's 1482, and Leonardo had just arrived in Milan, leaving the unfortunate days of Florence behind him. He gets a job for this humble-looking guy, the Duke of Milan. Finally, he thought things would start to go his way. Well, actually no. First, there's the story of the Lady and the Ermine. In 1489, he asks him to paint a picture of her and her pet weasel. Fair enough, but if you look closely, you'll see Leonardo puts far more detail into painting the weasel's face than the girl's, and apparently she wasn't happy. Then there's the curse of the giant horse. About 8 years into his time in Milan, he asks him to create something really epic, a gigantic statue of a horse in bronze. Leonardo goes all out on this. He creates countless studies and sketches. He builds a full-size replica in plaster. He even invents a new kind of casting process to make it happen. Then, at the last minute, the Duke decides he needs bronze cannons more than a massive bronze horse, and the project is cancelled. Months and months of work wasted. It was a time of setback after setback, but Leonardo keeps going. And all the time, every single chance he gets, he's drawing. And studying, and sketching, and writing, and prototyping. And he does this, day in, day out, for 16 years. Everything, the unfinished painting and the unfinished horse, the hanged assassin and the unhappy clients, it all adds up. Pretty much every big achiever in history has this chapter in their story, and somehow we forget it. I call them the difficult years. In his book Mastery, which studies the patterns of history's biggest achievers, Robert Greene calls it a largely self-directed apprenticeship that lasts some 5 to 10 years and receives little attention because it does not contain stories of great achievement or discovery. But they're part of everyone's story. Marie Curie spent 7 years living in poverty in Paris while she studied and researched radioactivity. Michael Faraday worked as a lab assistant for 7 years too before he was even allowed to do his own experiments. Stephen King wrote every day for 9 years before he even sold his first novel. And John Coltrane practiced the saxophone feverishly every single day for 17 years before he even got his first big hit in 1960. Okay, but what about the child prodigies? You know, Mozart and Tiger Woods. Well, they had their difficult years too. They just started really young. How old are you, Tiger? 2. It's as simple as that. Or at least it was. And then something changed. I figured it out. Which is where Craig Ferguson comes in. Now, if you don't know who he is, he's a late night TV show host in the States. And sometimes he can say things that are unexpectedly profound. In the 1950s,
late 50s, early 60s, a bunch of advertising guys got together in Madison Avenue and decided that what they were trying to do was sell products to younger people. They thought we should try and sell products to younger people because then they'll buy things their whole lives. It was just an advertising thing. They didn't mean any harm by it. It's just a little bit of market research. And so everybody started targeting the youth because the youth was the place where you were going to be able to sell things. And what happened was that in a strange kind of quirk of fate, youth began to be celebrated by society. And a way that it had never been any time in human history. It became fashionable and desirable to be young and to be stupid. And now that's what all the kids want to be. This celebration of youth coupled with technology has distorted our perception of time. The world moves faster and so do our expectations. Today we want success in 17 levels or 17 minutes, 17 seconds. And when the promise of something new and better is just a click away, who wants to wait 17 years? But that's the thing that connects all of these great people. They played the long game. All of us have the brains and the talent and the creativity to join them. But now, right when it matters, do any of us have the patience? Gaaf, hè? Ronken met andermans veren, maar wat ik belangrijk vind is om met jullie te delen dat we, als je ondernemen overweegt of een nieuw businessmodel, een verandering die je wil creëren, dat het altijd meer tijd kost dan je jezelf in eerste instantie gunt. Het is wel zo dat het soms lekker is om jezelf voor de gek te houden. Als ik namelijk in 2006, toen ik begon met ondernemerschap, had geweten dat het zo lang zou duren, was ik er misschien nooit aan begonnen. Achteraf ben ik hartstikke blij dat ik het wel gedaan heb. Maar het punt is wel dat je, als je iets plant, en het lijkt redelijk paradoxaal als je zegt van de long game, en dan zeg je 100 dagen op je boek. Hoe zit dat dan? Die 100 dagen op mijn boek is dat ik, wat ik heb geleerd, is dat je cashflow nodig hebt, dus je inkomsten nodig hebt, om te kunnen blijven doen wat je wil doen. En in die 100 dagen moet je dus zorgen, als je wil starten, dat je iets weet te genereren wat geld opbrengt, zodat je in je kosten kunt voorzien. Dat je kunt zorgen dat je in leven blijft. En dan kun je vanuit daar weer doorbouwen naar het volgende en betere verdienmodel. En wat ik dus doe in het boek in 100 dagen, is je helpen aan die eerste cashflow. Niet meer, niet minder. Maar ik zie te veel bedrijven die of geld ophalen bij een investeerder. En dat zijn er maar heel weinig, hè. Er zijn cijfers uit Canada beschikbaar. Daar heb je 100.000 starters. En dan zijn er 1.500 die voor investering gaan kijken bij zo'n venture capitalist. En dan zijn er 500 die feitelijk geld krijgen. En die zetten we in de quote, die zetten we in de Sprout, die zetten we op internet, weet je wel. Maar al die anderen, die doen het op een andere manier. En lesgeven en denken hoe we moeten ondernemen, doseren we voor het ophalen van geld met pitches. Dat was voor mij een doorn in het oog. En daarom ben ik gaan lesgeven, ook aan Erasmus met ondernemerschap. En heb ik een vak naar mijn hand gezet, omdat er een docent vertrok. En er kwam een vak vrij en dat was businessplan schrijven. Nou, een dommer vak kun je niet bedenken. Want het slaat helemaal nergens op. Inkt is nog niet droog, als je het überhaupt print. Hè, maar dan is het al achterhaald. Dus het punt is dat op het moment dat je zo'n vak, als je de kans krijgt om zo'n vak bij de kladder te pakken en het dan naar je hand te zetten en dan die student iets aan te kunnen bieden wat je zelf, hè, in je opleiding had willen hebben, ja, dan ben ik met iets bezig waar ik kippenvel van krijg, omdat dat wel iets is waar ik heel trots op ben. Als je dan ook nog 3 jaar op rij daarna het best gekozen minor kunt zijn, ja, dan ben ik echt super trots. En dat doe ik niet alleen, daar heb ik ook een heel netwerk van mentoren die studenten ook allemaal willen helpen. En niet mentoren die het leuk vinden om op LinkedIn te zetten, ik ben mentor en kijk maar eens bij de Erasmus mentor zijn. Maar mentoren die zeggen van, nou weet je, ik ga je in mijn netwerk verder helpen. Want netwerk is zo essentieel voor mensen die met nieuw business creatie bezig zijn. Om bijvoorbeeld studenten die sneller snappen hoe een markt echt in elkaar steekt. Want het naïeve is heel lekker, omdat het creatief is en omdat het verfrissend is. Maar het is niet handig als ze vervolgens overal tegenaan lopen waar de ervaring in de markt al een paar jaar achter is dat dat niet zo werkt. Dus die combi's vind ik mooi. Dus het combineren van de ervaring en dat dan verbinden met jonge studenten.
En daarom heb ik dat vak naar mijn hand gezet. Want ik denk van, ja, wat maakt het nou uit of je wel of niet je administratieve organisatie kunt beschrijven? Ik ben dat, weet je wel? En op het moment dat je een prognose voor 5 jaar... voor wie doe je dat in godsnaam? Dat kun je namelijk met 2 klanten, ziet het er volstrekt anders uit. Als die 2 nooit komen, ziet het er anders uit. En als die 2 je doorverwijzen naar weer 2, gaat het sneller. Dus weet je... Dus ik dacht, dat vak dat gaan we aanpakken. En dat heb ik aangepakt. En dat is eigenlijk ook verwoord in het boek weer. Dus je ziet dat ik, wat ik bij bedrijven doe, bij grote corporates, die processen met mensen in innovatieafdelingen, maar ook gewoon marketingafdelingen, dat is eigenlijk exact hetzelfde proces wat ik mijn studenten aanbied. En daardoor kan ik eigenlijk met studenten, ondernemers en bedrijven, kan ik gewoon lekker doen wat ik leuk vind. En heb ik steeds andere mensen die ik daarmee mag helpen. Dat doe ik aan de hand van effectuation principes. En die principes die zijn gevonden door Saras Sarasvati. En dit is een stukje academisch werk, maar het is echt super toegankelijk. Het boek van haar niet, maar de principes wel. En ik hoop dat het mij ook gelukt is in mijn grijze boek. Dankzij Arthur natuurlijk. Ja? Ja? Mooi. De eerste principe, weet je die nog? Nee. Bird in the hand. Vertrekken vanuit beschikbare middelen. We hebben altijd van die out-of-the-box sessies. En dan moeten we creatief zijn met een pistool op je kop. En dan gebeurt er helemaal niks. Of het is zo creatief dat het veilig wordt. Dan weet je één ding, daar met ideeën daar gaat het niet worden. Hè, ja, leuk, maar daar heb ik nu even helemaal niks aan. Wat ondernemers doen, en misschien zijn er ondernemers hier in de zaal die dat herkennen, is vooral kijken, van, ja, vertrekken naar beschikbare middelen. Waar heb ik het dan over? 5 vragen. Wie ben ik? He, waar sta ik nou voor? Wat wil ik nou eigenlijk bereiken? Dus dat relevante, lonkende perspectief. Wie ben ik nou? Wat wil ik nou eigenlijk bereiken? Wat wil ik nou eigenlijk toevoegen? Wat wil ik nou betekenen? Dat is de eerste vraag. Dat bepaalt al, als je 360 graden op kunt lopen, waar je heen loopt. Of in ieder geval waar je oriëntatie ligt. Tweede vraag is, wat kan ik nou eigenlijk? Waar ben ik nou goed in? Wat weet ik? Kennis, inzichten, vaardigheden. Waar kan ik nou het verschil maken? Dat ik ook het gevoel heb dat ik dat kan. En dan een derde vraag is, netwerk. Wie ken ik? Wie zou mij hierbij kunnen helpen? Want je ziet dat ondernemers heel vaak in co-creatie werken. Bestaande organisaties weer veel minder. Die willen wel co-creëren, maar dan ik heb dat principe, daar sla ik een paar over, maar dan de quilt, dat is een lapjesdeken. En dan, dat zijn eigenlijk lapjes die dan aan elkaar gekwild worden. En dat garen is dan de commitment naar elkaar. En die quilt is een co-creatie. Dus als je 2 partijen hebt die samenwerken, dan heb je een lapjesdeken. En de crazy quilt heet dat principe. Maar dat is niet van maf, maar dat is onverwacht. Creatieve samenwerking. En bedrijven, bestaande bedrijven, vinden dat ook een heel leuk principe. Maar die vinden het eigenlijk alleen maar leuk op het moment dat de lapjes allemaal hetzelfde logo hebben. Maar anders gaan we er niet aan beginnen. Dan gaan we eerst kijken of we het bedrijf niet kunnen overnemen. Want dan zijn we weer in controle. Maar ondernemers doen dat helemaal niet. Die kijken juist van wie ken ik nou, met wie kan ik samenwerken, zodat ik heel slim minder hoef te investeren. We hebben altijd gedacht dat ondernemers risiconemers zijn. En misschien beledig ik er nu wel een paar, want die vinden het allemaal knap spannend. Maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg niet dat ondernemen niet spannend is. Wat ik wel zeg is dat je niet per definitie een zware risiconemer hoeft te zijn om te kunnen ondernemen. Dat maakt het perspectief op risiconemer wel of niet zijn en wel of niet gaan ondernemen anders. En dat heb ik aan Saras te danken. Ik heb het al verteld. Ik wil heel even uitleggen hoe zij daarop is gekomen. Want dat is wel interessant. Zij heeft namelijk iets heel slims gedaan. En zij werd gecoacht door een Nobelprijswinnaar voor besluitvormingsprocessen. Herbert Simon. En wat deed zij nou voorheen? Laat ik eerst uitleggen wat ze voorheen deed. Voorheen gingen we academisch onderzoek doen. En zo, ervaren ondernemer. Succesvolle ondernemer. Hoe ben je zo succesvol geworden? Als je die vraag nu gaat beantwoorden, dan denk je terug in tijd. Hè? He, dus als ik je vraag van, hoe ben je nou zo succesvol geworden als ervaren ondernemer? Dan ga je terug in tijd denken, dan ga je proberen te verklaren hoe je nou zo succesvol bent geworden. Nou, wat we daarvan leren is dat ondernemers risiconemers zijn, ze zijn visionair en weet je, het schiet allemaal niet op. Want dan denken we allemaal, oh dat is DNA, dat staat apart, dat moet je Richard Branson voor zijn om te kunnen doen. He, en het andere klootjesvolk gaat maar voor een baas werken, daar fouten maken. Wat Saras gedaan heeft, is anders. Die hebben een vraagstuk gemaakt. Die hebben een product bedacht. En het was een computerspel voor educatieve doeleinden.
En die hebben marktonderzoek erin gegooid. Hè, van wat vonden docenten, hun welke mate vonden, stonden ze open om het computerspel in hun opleiding toe te voegen. Studenten, hoe vonden ze het spel? Vonden ze het prettig? Kunnen ze het mee uit de voeten? Allemaal marktonderzoek. Vervolgens nog wat andere financiële spullen. En wat ze nou die ondernemers gevraagd hebben is van, joh, hier heb je een product. Hoe maak jij hier nou business van? Denk eens hardop. En dan kan ik naar je luisteren en dan kan ik daar wel slimme dingen over opschrijven. Wat is dat grootste verschil in die onderzoeksmethode? Hij kijkt niet meer terug, hij kijkt vooruit. In tijd. En ondernemen is creëren, dan kijk je vooruit in tijd, toch? Daarom is dit veel representatiever. En zo kwamen ze erachter dat, en ja, ik weet niet, wie doet hier marketing research? Dan heb ik al een beetje... Ja, daarachter, gelukkig. Ja, maar die ondernemers die slaan dat marketingonderzoek gewoon woep weg. Hè? Je krijgt die quote van Henry Ford vast wel. Als ik ze gevraagd had wat ze hadden willen hebben, hadden ze gevraagd om snellere paarden. Hè? Er is geen vak waar die Henry Ford geen quote over heeft. Maar dit is denk ik wel zijn bekendste. Maar dat gaat niet om dat je geen marktonderzoek moet doen, dus daar kom ik zo op terug. Maar wat ik wel heb, is dat je... Dat je zag dat die ondernemers, hop, die gooiden al dat markt op. En er zat een partij werk in voor Saras. Dat wil je niet weten. Die had echt, nou, ze is ongeveer zo hoog en net zo breed. En komt uit India. En ik denk dat ze wit weggetrokken is. Kun je nagaan. Hè, maar zo'n impact moet het gehad hebben. Want er was een partij werk, dat wil je niet weten. En die ondernemers gingen, woep, weg. Want dat is allemaal voorspelling en dat werkt niet. Nou worden we wel steeds slimmer in de juiste vragen stellen en het juiste onderzoek. En daar kom ik zo meteen op. Dat gaat over valideren. Maar door die manier van onderzoek te doen, dus de vragen van, joh, denk nou eens hardop en maak hier nou eens business van, kwamen tot die principes. En dan kwamen we erachter dat die ondernemers heel erg keken, oké, maar wat heb ik hier dan in de hand? Wat heb ik hier nou beschikbaar? Oh, maar wacht even, ik ken iemand die zit in die branche en die zou er misschien wel iets mee kunnen. Dus ja, maar deze case is eigenlijk bedoeld voor het onderwijs. Ja, maar dat ken ik niemand. Dat is een markt, dat ga ik niet doen. Dat doe ik niet. Daar heb ik helemaal geen verstand van. Dat vind ik ook helemaal niet interessant. Maar als die game echt goed is, dan zouden we hem zus en zo, en dan maken ze gekke slagen. En dan zeggen ze, maar dan kan ik het met hem wel in die markt doen. En dat is een beetje ondernemen. Dat is die creativiteit vanuit beschikbare middelen. Dus het eerste principe wat ontdekt werd bij die ondernemers, is bird in hand. En het zijn er 5 in totaal. En samen heet dat dan effectuation. Ik heb het niet helemaal expres zo opgeschreven. Ik begon gewoon te groot. Maar dit helpt wel met het onthouden, denk ik. Ja? Dus we hebben het eerste principe is bird in the hand. Tweede principe, zie je daar al staan, affordable loss. Affordable loss is het antwoord op, moet ik nou risiconemer zijn om te kunnen ondernemen, ja of nee? Waar we achterkwamen in dat wetenschappelijk onderzoek van Saras is dat ondernemers de hele dag, nou dat is overdreven, maar wel heel vaak, bezig zijn juist met het managen van risico. Hoe kan ik nou mijn risico zo klein mogelijk maken? Die zijn zichzelf helemaal niet zo snel rijk aan het rekenen naar boven, want dan weten ze dat ze toch niet kunnen voorspellen. Die zijn juist bezig met de onderkant. Hoe voorkom ik nou dat ik hieraan kapot ga? Wat kan ik nou met mijn beschikbare middelen doen, dat ik wel een verkennende stap kan zetten, omdat ik denk dat dat de richting is, zonder dat ik alles wat ik heb opgebouwd te grabbel gooi. En dat is een affordable loss. Dat is even een ander perspectief op risico nemen. Dus je hoeft niet risiconemer te zijn om te kunnen gaan ondernemen. Ondernemers zetten veel kleinere stapjes. Als wij hier het licht uit doen en we willen allemaal daardoor die deur, dan gaan we ook niet grote stappen voorwaarts. Dat is een beetje de manier hoe we bij bestaande organisaties plannen maken. Maar dat we voorzichtig aftasten om te kijken hoe we daar dan komen. We denken dat we een beeld hebben. Nou, uiteindelijk stuit je dan op een stoel. Dan loop je niet vol in. Dan doe je het met kleine stapjes. En dat is ondernemen. Ondernemen zijn kleine stapjes zetten, affordable loss. Dus wat ben ik bereid te verliezen? Ik ben nu met dit boek en ik heb nog helemaal niet zo'n heel groot netwerk internationaal. Het valt best wel mee. Maar ik wil hem wel in het Engels beschikbaar hebben. Dan ga ik kijken als ondernemer. Wat ben ik nou bereid om te investeren om dat ding ook in het Engels te hebben? Dan laat ik iemand mee ondernemen. Want als hij mee onderneemt en die heeft ook recht op revenue, dan kost het mij minder nu. Maar dan heb ik hem zometeen wel.
Over 2 maanden is dat ding beschikbaar in het Engels. Snap je? Dat is wel hoe ik het regel. Ik heb een plek in Oud-Zuilens bij Utrecht. Daar kan ik groepen ontvangen en dan kan ik mijn eigen creatieve shit doen. Maar er zit een gigantische huur aan. Dan moet ik iedere maand hartstikke veel omzet draaien. Wil ik daar kunnen huren? Dat is dan niet handig. Dus ik heb daar bedrijven bij gevonden en gezocht die daar ook, dat ook een gave plek vonden. Die zitten daar nu ook gehuurd. We betalen met elkaar de huur en we hebben de afspraak, als iemand hier een grote groep wil ontvangen, is de rest even thuis. Dat is helemaal niet ingewikkeld. Denk je dat wij huurcontracten hebben? Nee. Want ik wil heel snel afscheid kunnen nemen van iemand die niet op die manier leuk meespeelt. Zit ik wel aan een groot huurcontract? Ja. Waarom durf ik dat? Omdat ik denk dat ik snel genoeg een volgende huurder vind. Ja, als ik het aan 1 huurder zou verhuren, dan word ik kwetsbaar. Maar ik heb er nu 4. Nou, daarmee durf ik dat. Snap je? Dat is affordable loss. Dat is op een hele andere manier kijken naar risico. En iedere ondernemer in die zaal die herkent dit. Dit is echt niet uniek. Maar we hebben het nooit geweten. Want we hebben altijd op de verkeerde manier vragen gesteld aan die ondernemer. Hoe ben je nou zo succesvol geworden? Nou, als ik dat ga lopen verklaren, dan... Prima. He, maar op het moment dat je zegt van, joh, maar hoe zou jij hier nou business van maken? Dan zeg ik, joh, even voorzichtig, wat gaan we investeren? Waarom gaan we investeren? Waarom willen we dit eigenlijk überhaupt? Wat heeft dit voor toegevoegde waarde? Waarom is het relevant voor de markt? Wat voor waarde levert dit dan? Hele andere vragen. Vragen die je eigenlijk in een bedrijf ook zou moeten stellen. Derde principe is crazy quilt. Heb ik al kort benadrukt net, hè? Het samenwerken. Dus dat je, eigenlijk mijn quilt, en zo heet het pand ook. Het pand heet de Crazy Quilt, omdat we met elkaar quilten dat we dat kunnen. En op die manier werk je samen en verklein je het risico. Dus een quilt levert meer beschikbare middelen en verkleint je risico. Nou, dan hebben we er één over en dat is de Lemonade Principle. Heb je al eens in een citroen gebeten? Dat is hartstikke zuur, dat is hartstikke goor, dat is bitter. If the world gives you lemons, make lemonade. Je moet er dus niet in bijten, maar je moet die dingen doorsnijden, persen en dan kun je limonade maken. Daar staat dat principe. Het zijn allemaal Engelse kreten, want Sarah zat aan de Universiteit van Washington. En wat ik zie is dat ondernemers extreem goed zijn in het vallen en weer opstaan. Waarom? Omdat ze er met affordable loss weer kunnen opstaan. En vervolgens weer creatief kijken, shit, wat haal ik hier nou eigenlijk voor les uit? Dat Rabo-voorbeeld waar ik mee begon, dat is een lemon voor mij. Ik deed namelijk een professional development curriculum voor Rabo. En in 1 keer had ik geen deelnemers meer. Dat was wel even een lemon. Want net als Rabo'ers had ik dat ook niet aanzien komen. Achteraf, ja, kun je koe in de kont kijken. Natuurlijk, hè? Natuurlijk is dat, ja, dat zie je toch ook wel gebeuren. Alle ontwikkelingen, digitalisering, ja, verklaren kan iedereen. Dat is niet zo ingewikkeld. Maar in het moment, daar wordt het verschil gemaakt. Dus zorgen dat je dan denkt van, hé, wacht even, maar als er 9000 man nu uit moet en ik vind het leuk om mensen aan ondernemerschap te helpen, laat ik dan eens kijken of er in die groep niet potentiële ondernemers zitten. Dus dan ga ik met het mobiliteitscentrum in gesprek en dan ga ik met de leverancier van het mobiliteitscentrum in gesprek om te kijken van, kunnen we niet wat samen doen? Dat is limonade maken. En dat is iets wat ondernemers hebben, become comfortable with being uncomfortable. Dit, als je gaat bewegen in een terrein wat je niet kent, wat je nog aan het ontdekken bent en niet dag in dag uit hetzelfde doet, ja, dan loop je tegen dit soort dingen aan. Pilot in the Plane is de laatste. Ik vind het een hele domme naam voor het principe. Waarom? Omdat ik geen beroep ken met meer checklists. En het gaat juist een beetje over organische handelen. Maar wat wordt hier nou eigenlijk bedoeld? Het gaat over de transformatie van passagier zijn in de kist van een ander naar voor in die cockpit durven zitten en een richting kiezen en doen. Je hebt één zo'n quote, die vind ik heel mooi. Entrepreneur is just French for someone with ideas who does. Iemand met ideeën die doet. Het is gewoon een Frans woord, ondernemen. Ja, entrepreneur dan. Ik had al verteld dat ik dat voor kinderen doe. En als ik het kinderen uit kan leggen, ja, dan kan ik het jullie met een boek volgens mij ook uitleggen. Dit is Paco. En Paco zat in mijn groep. En ik had een groep ondernemertjes. Dat was ouder kind. En ik wil laten zien hoe simpel die principes in de praktijk kunnen werken. Paco die wilde met Koningsdag wilde die schietent. Want ik had 3 zondagochtenden voorbereiding op Koningsdag gedaan. Ik denk, kunnen ze mooi leren ondernemen. Kijken hoe dat gaat. Was voor mij een experiment. En ik vond het waanzinnig.
Paco heeft alles gedaan wat hier op het bord staat. Alles. Echt waanzinnig. Ventjes 8. En ik krijg er weer kippenvel van. Het is waanzinnig wat hij gedaan heeft. En hij heeft... ik laat zo meteen zijn verdienmodel zien. Hij wilde een schiettent met Nerf. En dat was voor jongetjes. Want wat deden we nou in die eerste les? Persona's bouwen. Dus verplaatsen in je klant. Best handig. Heel veel bedrijven die zeggen van... we kennen de klant, het staat bij ons in de database. En dit is wat we willen doen. En dit marktaandeel moet omhoog. Dus we gaan een product bedenken, dan gaan we in de markt duwen. Ja, dat doet zelfs Paco niet. Hè? Paco die denkt, voor wie wil ik dit doen? Die denkt, van voor jongetjes van mijn leeftijd... die willen wat kunnen winnen. En die willen het leukste wat ze vinden is Nerf schieten. Nou, maar denk je niet dat die gelijk begint? Nee, die gaat eerst de straat op en die gaat alle jongens vragen... vind jij Nerf schieten ook zo leuk? Als jij zou Nerf schieten, zou je dan wat willen winnen? En als je bij mij mag schieten, wat zou je dan betalen voor 3 keer schieten? Dat is valideren. Dat doet Paco. Dus waarom zouden we dat bij bedrijven niet doen? Dat heeft hij gedaan. En op een gegeven moment kwam hij erachter dat jongetjes bereid waren om 50 cent te betalen voor 3 keer schieten. Dat heeft hij gedaan. Vervolgens, les 2, verdienmodel. Wat heb je allemaal nodig om het te kunnen creëren? Nou, daar gingen ze hoor. Het moet zo groot worden. En ja, kijk maar, het is gelukt, hè? Zo groot. En stond hij bij ons in de kwil. Zo. En dan keek hij naar de tafel. En de tafel ongeveer zo groot. Nou, die staat er nu achter. Dat is niet onze tafel. Die is van zijn vader. Maar die... Ja, en toen had zijn vader die gok dan. Houdt 100 euro. Oké, okay, moet het... wat voor kleur moet het worden, Paco? Oranje natuurlijk. Ja, verf 20 euro. Toen zeg ik tegen Paco... Paco, er staat 120 euro kosten op. 50 cent per schot. Of per 3 schoten. Hoeveel man wil je voorbij hebben? Ik had ze allemaal zo'n calculator gegeven. Dat vond ik leuk. En hij... Hè? Nee! Ja, echt, Paco. Ja, dat gaat niet. Ja, dan moet je dus op een andere manier naar het hout gaan komen. Dus hij tussen die... ik had bewust wat ruimte ingepland tussen die tweede en derde les. Hij met zijn vader gaat die... ze moesten prototypen bouwen. Of ja, gewoon de ding gewoon. Want de prototype hoeft niet. Maar ze moesten een eerste ding bouwen. Hij gaat naar zijn buurman voor de decoupeerzaag. Zegt die buurman, heb je hout? Nee, die heb ik net naar de stort gebracht. Herken de lemon hier, hè? Shit. Wacht even. Lemonade. Stort. Tuurlijk. We zijn met z'n tweeën naar de stort. Dat hout komt van de stort uit de bak van het hout. Hè, dat is, en die 100 euro, gratis. Toen dacht Paco, wacht even, als dat kan, dan kan dat met die verf ook. Hij naar de verfwinkel. Ja hoor, kwam hij naar buiten met zo'n grijns. Ik hoor zijn vader nog vertellen. Met pot oranje verf. Dat hadden ze over. Wegverfkosten. Uiteindelijk is dit zijn verdienmodel geworden. Nerfprijs, die moest natuurlijk wel uitgekomen, want het moest nieuw zijn. 30 euro. Haakjes om de bordjes aan te hangen. 2 euro. Karton, 5 euro. Snoep. Iedereen kreeg een snoepje als ze geschoten hadden. Want ook als ze niet zouden winnen, kregen ze toch snoep. Dat bleek redelijk briljant, want uiteindelijk heeft hij 204 kinderen voorbij gehad. Salaris van Loek, die vind ik echt briljant. Vooral ingekocht. 4 euro. Ik denk dat Loek zijn verdienmodel niet gezien heeft. He, uiteindelijk onderaan de streep 44 eurotjes winst. He, dat is toch waanzinnig als je een kind in de klant kunt laten inleven. Zijn verdienmodel kan laten uitwerken. Dat hij weet wat winst en verlies is. En dat hij ook nog in de laatste training voordat hij begint... een stukje sales en voor een groep staan met presenteren over zijn idee. Want de eerste les durfde hij in de groep niet te vertellen wat zijn idee was. En dan bilateraal even met Paco... Want hij zei, ja, ik heb zo'n briljant idee, ik wil het niet delen. Dat hoor ik zo'n beetje bij ieder bedrijf.